Witam Was serdecznie, tu Mariusz, czyli Maniek na rowerze. My jesteśmy dzisiaj w Alkenburg. Będziemy jeździć w kopalni. Jest to drugi film z tej serii. Wcześniej jeździłem tylko z synem, teraz zabrałem większą ekipę. Jest nas aż 8, miało być 9 osób, no ale się jedna osoba rozchorowała, także niestety jest nas tylko 8 osób i będziemy jeździć na rowerach, specjalnie przystosowanych, jaskiniowych rowerach, które będą nas, na których będziemy jeździć po kopalni. Myślałem, że nie łapią tą popaść. Monika, Asia, Marian i 40 metrów w górę, tył. Wiesz, że o tym? Tak, dlatego on pierwszy. Myślę, żeby Mariuszowi nie depnąć na czapkę. Genoeg en een trui. Zouden jullie ook genoegen moeten hebben als jullie achter slot en grendel kon niemand meer bij tot de terug zijn? Geven. Mag iets in doen, hoeft natuurlijk niet. Laag fiets inderdaad. We hebben geen ketting. Nee. Nou, versnellingen houden ook even rekening mee als je fietst. Ja, erg fijn. Dus ik raad aan om lekker je zadel in je frame te zetten. Ik zeg altijd, zet je zadel ongeveer 10 à 20 cm. Doe ik het klemmetje dicht. Nou, als mijn klemmetje helemaal dicht zit, maar mijn zadelsmutsen oftewel helmen aan de fietsen hangen. Ik heb precies dezelfde dadelijk ook eentje komen halen. Haanetje. Helm, die kunnen we makkelijk losmaken door op het gele knopje. Test. Haal je even al die touwtjes eruit. En ja, dat zit lekker. En kan... Sorry, ik kom nog opruimen. Hebben jullie een vraag? Doe het maar. Top. Oké. Nou, in ieder geval, dames en heren, voordat we kunnen is bestelbaar. Dat hebben we net ook gedaan. Na 5 minuten fietsen en stopkeerrem. Dus die gaan we ook niet gebruiken vandaag. Ja, als je namelijk heel achter ligt als we aan het fietsen zijn. Maar sommige fietsen zullen ook een zwart op het stuurrem zitten. Die gaat namelijk met een groep bij elkaar houden. En jullie fietsen er rechts dus in. Maakt mij niet uit waar jullie fietsen als je alleen hij beginnen met compleet terug naar voren toe te roepen. Vraag hierover? Niet. Zeker daar nog achter. Wat je moet. Compleet, compleet. Lijkt fijn, hè? Goed? Ja, dat was heel enthousiast. In ieder geval, die waaiers, ze hebben met een bijtoel gedaan. Nie pytaj się teraz takich rzeczy. Jullie mogen de fiets allemaal aan de rechterkant parkeren. Ik vind altijd een handig om met deze dingen. Dat was een steen. Ja. Even kijken. Nou, oei. Moet je dat? Oké. Die schilderijen op die beschildering is nog authentiek om veilige plek te zoeken, ook in de Tweede Wereldoorlog. Er werd stro uitgespreid, de mensen als voor het behoud van de dieren. 15 jaar na de Wereldoorlog. Jullie kunnen op de gemak kijken.
Hoi Jo! Hoi Jo! Hoi! Fiets zitten en alle lampjes uit zijn alsjeblieft. Goed. Naar station 2. Nou, daar hebben we de helmen en de zadels allemaal goed. Hebben hier de fietsen neergezet. En hebben hier uiteindelijk, zoals ik nu nog niet terug. Dus. Nou, dan ben ik terug aan jullie trouwens nog vragen over. Of was het allemaal duidelijk? Was allemaal duidelijk? Andere missie gaan zijn we zo terugfietst. Vragen over. Nou, helemaal mooi. Dan mogen we. Ik nou weg. Nie, nic nie wiem. Nic nie wiem. Wszystko fajnie było, super, mi się podobało. Parkujemy w centrum samochód i kombinujemy. Mnie to fascynuje, jak te ludzie, kurwa, tyle kilometrów kopali to ręcznie, nie? Kilometrów? No tak. Wiesz, ile jest wejść? No to właśnie. Ile było różnych wejść? Z różnych stron? A, komin musisz patrzeć. Komin, tu powinieneś tam, no? Patrzeć gdzieś na ten i gdzieś komin. Ale kapela to było gdzieś tam. Właśnie. Tu ma problem wyjechać teraz jedno. No. Bo jest za duże auto, a tu jest za mało miejsca. Żeby jak najmniej czasu miałem pełen ten. Aby to całkiem za. Gaz! Tu jest ten jak w tej kopalni pływa, widzisz, patrz. No, tu wszędzie jest zało. To jest wszystko piasek. Oni przychodzą to z domu, wykopują ziemię, wykopują, mogą sobie budować chatę. No tak i tak będziemy tędy wchodzić, tam jest... No jak te ruiny zobaczysz? No, tam jest. Dobrze. Czekamy na resztę. To jest tam jest brama, tak? Do wiary, no jest, ja tu była. No była. No my wzięliśmy ten, 2 euro jest to tylko. Żebyś mógł płakać, jak był glomba. Jest wejście do zamku. Ale że tak powiem, te budowle z tego wapienia, o zobacz, co ładnie wygląda. Ładnie, nie? No. Tylko, że cały czas muszę je konserwować. No, konserwować.
Thank you.